Hey kijkers, Microsurfs! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen in een ander deel van Pokémon. Oftewel, wat kan je nog meer doen met je Pokémon kaarten? Oftewel, je ziet het hier al. Je ziet die kaartjes voorbij komen. In elk pakje zit zo'n kaartje. Die kan je trouwens inruilen hier op Pokémon Trading Card Game Online. Kan je gewoon een account maken bij Pokémon. En kan je dus hierop inloggen en je kaartjes bijhouden. En kan je dus nog extra pakjes openen. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Misschien wel leuk voor een andere keer, maar dan weet je in ieder geval van. Ik ga het vandaag hebben met jullie over Pokémon Trading Card Game. Wat is het nou echt? Velen van jullie zullen Pokémon kaarten verzamelen. Velen van jullie zullen misschien, of een enkel van jullie misschien, zal het spel spelen. Wat is nou daadwerkelijk het Pokémon spel? Ik ga jullie meenemen. We gaan heel ver terug. We gaan eerst naar de winkel. Waarom naar de winkel? Dan ga ik je het uitleggen. Zoals je misschien in de winkel, in de echte winkel, niet in deze Pokémon kaartenwinkel, weet je dat je van dit soort mooie decks kan kopen. Van Sun and Moon is laatst van Inkroarer eentje uitgekomen, van Primarina en natuurlijk van deze DI. En dat zijn decks. Voor jullie die het afvragen, of althans Forest Shadow heet deze. Deze heet Bright Tide en deze heet Roaring Heat. Dit zijn decks, die koop je gewoon in de winkel. Hier zit natuurlijk altijd een glinsterende kaart in. En natuurlijk een spel kaarten. Wat is nou de bedoeling van het Pokémon spel? Ik zou het jullie heel makkelijk uitleggen. Het is proberen je tegenstanders Pokémon te verslaan om één van de 6 rewards van jou te pakken wat een kaart is die je direct in je hand mag toevoegen. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Het is natuurlijk een flinke uitleg, hè? Ik heb het spel zelf gespeeld en ben dus van plan het weer op te gaan pakken om gewoon echt serieus toernooi in Nederland te gaan spelen. Dus daarvoor zou ik een duimpje omhoog zeer zeker waarderen. Ik wil kijken of ik aanwezig kan zijn bij de World Championships van Pokémon Trading Card Game straks. En die is aankomende zomervakantie in Los Angeles. Dat zou fucking awesome zijn. Dus een duimpje omhoog zou ik zeer zeker waarderen. Ik zelf ben heel erg fan van Rowlet. Dus ik pak het deck van deze DI. Wat is nou een Pokémon deck? Dit is een deck. De groene kaarten zijn de kaarten die ik heb. De grijze kaarten, dat zijn de kaarten die ik niet heb. Zoals je kan zien bestaat een deck uit 60 kaarten. Waarvan 28 Pokémon kaarten, 12 trainer kaarten en 20 energiekaarten. Daar ga ik op terugkomen. Zoals je kan zien beginnen we bij het Pokémon gedeelte. En zijn er dus basic Pokémons. Die zie je hier dus. Basic. Surskit is basic. Pinsir, Spin, dat zijn allemaal basic Pokémons. Hoe verder je erin gaat, zie je ook dat er stage 2 Pokémon's zijn. Zoals hier bijvoorbeeld een Parasect. Een Paras is een basic Pokémon, is zijn voorgaande stage. En daarna komt een Parasect om hem te evolueren. Dat mag je niet in dezelfde beurt doen. Dat ga ik straks allemaal uitleggen. Ik ga ze allemaal eerst met jullie bij langs. Dan heb je Rowlet. Rowlet evolueert natuurlijk in Dartrix. En Dartrix evolueert in Decidueye. En zo gaat het eigenlijk door. Hier zitten geen dikke GX-kaarten in, hier zitten geen Mega EX-kaarten in, hier zitten geen EX-kaarten in, etcetera, etcetera, etcetera. Maar ze zijn in ieder geval aanwezig. Trainerskaarten, heel belangrijk om niet te vergeten in het deck. Met trainerskaarten kan jij dus de hele game changen. Zoals hier kan je bijvoorbeeld je Pokémon healen met 30 heal. Je mag dus gewoon door je deck heen zoeken naar een kaart die je nodig hebt. Misschien heb je wel een evolutie in je hand. Kan je die direct gebruiken. Dus of bijvoorbeeld de Ultra Ball. Hier. Discard 2 cards from your hand. If you do, search your deck for a Pokémon. Reveal it and put it into your hand. Heel sterk. Je moet 2 kaarten uit je hand weggooien. Mag je zomaar een kaart weer uit je deck halen. Heel bijzonder. Zijn hele goede kaarten. Nou, zo heb je een heleboel bijzondere kaarten. En die moet je natuurlijk samen voegen tot een deck. 60 kaarten, maximaal. Ik heb vandaag voor jullie dus een potje hier klaarstaan. We spelen een potje tegen Mick. En we mogen dus 1 actieve Pokémon kiezen. We hebben dus een Magikarp hebben we in onze hand. Kijk, die kunnen we zien. Of we hebben een Buffalon. Het is natuurlijk altijd aan jou de keus welke Pokémon je kiest. Zoals je kan zien heeft hij een ability, Sapslipper. This Pokémon attacks do 40 more damage to your opponent's gras Pokémon. Dus deze kaart doet automatisch 40 meer damage tegen gras Pokémon before applying weakness and resistance. Zoals je kan zien heb je dus een weakness onderin je kaart staan. Misschien heb je een Pokémon kaart in de hand. Als je er eentje bij hebt, pak hem erbij en dan gaan we rustig de uitleg doorheen. Zoals je kan zien op je Pokémon kaart staan altijd links onderaan of rechts onderaan. Hè? Het staat onderaan altijd. Een zwakte van jouw Pokémon. Bijvoorbeeld deze Pokémon, een neutrale Pokémon, is bijvoorbeeld zwak tegen steen Pokémon. Dat houdt in dat als een steen Pokémon mij aanvalt, dat ik dus 2 keer zoveel meer damage krijg dan wat er op zijn kaartje staat. Of resistance, dat houdt het dus tegen. Mocht dat bijvoorbeeld, laten we zeggen bijvoorbeeld bij water.
Oh, heeft water. Heeft een van deze een resistance? Deze heeft helaas geen resistance. Laten we zeggen dat als er bijvoorbeeld een gastekentje staat, keer 2. Dat houdt dus in dat hij dus 2 keer zoveel minder damage op mij doet. Dus 2 keer zoveel minder schade. Hoe werkt Pokémon het spel? Je kiest een kaart waar je mee begint. Ik begin met Buffalon, want ik hoop dat ik straks een goede kaart krijg met Gyarados. Ik heb geen idee. Je mag een kaart op je bank zetten. Het is de bedoeling dat je je tegenstander zijn bank, dus zijn bank wat hier staat, plus zijn kaart hier wegspeelt. Elke keer als je zijn kaart hier wegspeelt, dus waar ik nu tegenover sta met mijn Buffalon, hij kan mij niet aanvallen, want hij was degene die begon. Je kan pas aanvallen als je een beurt bent geweest. Dus ik mag hem bijvoorbeeld nu wel aanvallen, maar dat gaat me bijvoorbeeld niet lukken, want ik ben 3 kaarten daarvoor nodig voordat ik hem kan aanvallen. Wat is de bedoeling? Ik moet al zijn kaarten hier wegspelen, wil ik direct winnen. Dus als hij een hele slechte hand heeft en hij heeft maar 1 kaart hier en niks op zijn bank en ik win direct in de eerste beurt, is het einde. Dat gebeurt bijna nooit, maar het kan. Elke keer als ik een van zijn Pokémon's versla die hier staat, zoals nu bijvoorbeeld Pinsir, dan mag ik vanuit deze prijskaarten, zoals het hier staat aangeschreven, mag ik eentje kiezen. Het zijn er 6. Zo, 2, 2, 2, 6. Op een rij van 2 nou, langs elkaar. Mag ik er een van kiezen en die mag ik instant in mijn hand stoppen. En mag ik die kaart dus gebruiken wat ik wil. Nou, zoals je kan zien, we hebben een hele slechte hand. Of persoonlijk, ik vind het een hele slechte hand. We hebben wel goed voordeel dat we trainerkaart hebben. Shuffle your hand into your deck. En dan mogen we 5 nieuwe pakken. Is een hele goede kaart. We mogen onze... Oh, deze is wel heel handig om te hebben trouwens. Oké. We gaan meteen beginnen met deze. De diveball. Als ik deze kaart speel, mag ik in mijn hand op zoek gaan naar een water Pokémon. En nu moeten we logisch gaan nadenken. We hebben dus een Magikarp op de bank zitten. En we hebben een... Hier, we hebben een Sileo. Hebben we in onze hand. Waar gaan we naar op zoek? Het liefst naar een Gyarados. Maar die bestaat dus niet. Helaas, pindakaas. Dus die hebben we niet in onze deck. Dus daar hebben we helemaal niks aan. Dus wat gaan we dan doen? Dan kiezen we natuurlijk een Seal. Heel logisch. Hier. Klaar. Waarom? Ga ik je nu uitleggen. Ik heb voor een Seal gekozen om deze direct op mijn bank te plaatsen. Direct een waterenergie te geven. En even kijken, wat kunnen we nog meer doen? We kunnen vrij weinig doen. Ja, we kunnen op zoek gaan naar... Nee, laten we nog even wachten. Om mijn beurt klaar te maken en hem te geven aan mijn tegenstander. Mijn tegenstander, die kan met 2... Nou, je bent me voor. Kan met 2 energiekaarten kan die fireworks doen. Maar elke keer als hij die aanval doet, verliest hij dus 1 energiekaart. Wat natuurlijk super stom is. Want energiekaarten wil je sparen natuurlijk voor de rest van je Pokémon's. Want je hebt er totaal maar 20. Wat is ons voordeel? We kunnen 2 dingen nu doen. Ik ga sowieso mijn Seal evolueren in een Sileo. Dat doe ik omdat hij al een beurt op de bank zit. Nu mag ik hem dus evolueren. We hebben vrij weinig niet echt goede kaarten. Oké, we hebben alleen nog wel de musselband. Die doet dus 20 meer damage bij elke aanval. Die geven we natuurlijk aan Sileo. Zodat hij sterkere aanvallen kan doen. Verder hebben we niks wat nodig is. Dus gooien we onze volgende trainerkaart. Oh, ik heb hem niet voorgelezen. Shauna. Dan gooien we al onze kaarten. Gooien we zo in het deck weer. Zo, hartstikke idee. En mogen we dus weer 5 nieuwe kaarten. Gelukkig krijgen we een energiekaart. Geven we ook aan Sileo. Houdt dus in dat onze Pokémon actief is om schade te doen. Flip een coin. Dus gooi een muntje. Die zie je ook hier liggen. Kijk, hier heb je zo'n muntje liggen. Die gooi je omhoog. En als je dan... Even kijken. Als het kop is. Dus het kop wat je nu ziet. Dan wordt dus je tegenstander hier wordt geparalyzed. Dat is super handig natuurlijk. Of bijvoorbeeld dit. Flip een coin. If it's head, draw 3 kaarten. Dus als het kop is, krijgen we 3 kaarten. Komt die. 3, 2, 1. Gooi het muntje maar. Kop. 3 kaarten erbij. Ben ik heel blij mee. We gooien hem gewoon nog een keer. Komt ie. Kop. Hoppa. Hebben we dus even flinke voordeel mee. Want zoals je kan zien hebben we nu een goede hand met kaarten. En heeft onze tegenstander nog maar 2 kaarten. Hij heeft wel veel op de bank zitten, moet ik toegeven. Maar wij staan er positief voor. We maken gereed. We zorgen dat onze Buffalon doodgaat. Offeren gewoon op. Maar we zorgen daarmee wel dat onze bank meteen versterkt. Ik vind dat zelf een hele krachtige tactiek. Kijk, want hij doet weer fireworks. Hij verspeelt weer een energiekaart. Dus hij zorgt er niet voor dat zijn bank krachtig wordt. Terwijl onze bank steeds krachtiger wordt. Kijk hier, wij kunnen nu Aurora Beam doen. En omdat wij een water Pokémon zijn en dit allemaal vuur Pokémon zijn, zijn die zwak voor water. Dus onze Aurora Beam doet automatisch 100 schade straks. Let maar op.
We laten hem onze Buffalon uitschakelen. Dat is helemaal prima. Ondertussen kunnen wij gewoon de bank versterken. Een Magikarp geeft ook gewoon een waterkaart. Oké, we gooien deze kaart ook maar meteen. We willen twee basiskaarten erbij. Ik wil heel graag Froakie, want we hebben natuurlijk zijn evolutie. Frogadier hebben we op de bank zitten. We zouden een Pampoer zouden we kunnen nemen. Ja, klaar. Oké. Kijk, hoppa. Twee kaarten die we erbij krijgen. Kom maar. In onze hand. Dank u. Onze beurt is nog steeds. Dus we spelen Froakie en Pampoer zetten we op de bank neer. We hebben nog een waterenergiekaart. Heel stom dat we die eigenlijk aan Magikarp hadden gegeven. Niet over nagedacht. Maar dat geeft niet. We geven de beurt weer aan onze tegenstander. En die schakelt ons nu uit. En hier zit ons voordeel. Let op. Dankjewel. Onze Pokémon is uitgeschakeld. Wat inhoudt dat wij een nieuwe Pokémon mogen spelen. Nou, drie keer raden wie wij spelen. Natuurlijk Sauleo. Dan gaan we onze Froakie gaan we een energiekaart geven. Dus die kan nu aanvallen. Maar we gooien meteen Frogadier erop. Waardoor die dus geëvolueerd is. Onze Sauleo laten we aanvallen met Aurora Beam. Tot ziens. Fijne dag verder. Uitgeschakeld. Boom. Onze prijs. Deze vind ik mooi. Hebben we een goede kaart? Een Acrobike. Acrobike. Kijk naar de bovenste twee kaarten van jouw deck. En je mag een van de twee in je hand nemen. Maar de andere moet je weggooien. Oké, hij heeft onze energy card weggegooid. Dankjewel daarvoor. Maar wees niet getreurd. Want we geven hem gewoon een energiekaartje terug. Ik ben heel benieuwd. Zullen we kijken gewoon wat aan boven welke twee kaarten we krijgen? Oh, het is gewoon een energy. Klaar. Twee keer een energy. Wel goed, anders hadden we de volgende beurt weer een energy card gehad. En daar hebben we niet zoveel aan. Doe maar, Aurora Beam. Bam. Zwakte. Uitgeschakeld. Ja, we hebben heel veel mazzel, want we hebben natuurlijk gewoon een water Pokémon. Dus daar kunnen we ze natuurlijk heel snel mee uitschakelen. En op deze manier speel jij dus de Pokémon Card Game. Ik hoop dat je een beetje begrijpt. Mocht je vragen hebben, stel ze alsjeblieft onder in de reacties. En dan zal ik gewoon voor jullie weer een video hierover maken. En misschien is het voor jullie dan wat duidelijker. Maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk voor je uit te leggen. Het is natuurlijk een flinke uitleg, hè. Want het spel is niet zo 1, 2, vandaag op morgen zou je misschien begrijpen. Maar op zich, het is wel leuk om te willen leren. Ik hoop dat er in Nederland meer toernooien komen. Ze komen er en ze zijn er. En hopelijk zie ik jou daar dan ook een keer. Mij zul je waarschijnlijk wel zien. Maar hopelijk zie ik jou ook met jouw deck. Daarom is het zo leuk, want er zit veel meer achter het spel dan wat iedereen denkt. Oké, daar heeft hij een goede kaart gespeeld. Hij gooide een trainerkaart, waardoor hij dus... Oké, hij doet wel auw. Geef hem even een potion of zoiets. Geen potion, helaas. Laten we onze ziel maar even weer gaan boosten, want we hebben nog een Sauleo op de bank. Kijk, we doen weer 20 extra damage erbij, 140 eraf. Sorry, Combusken, je wint het niet van ons. Dus ik hoop jou een keer op zo'n toernooi te zien. Daarom zeg ik, stel jouw vragen betreft Training Card Game onder in de reacties. Want dan kan ik er wat mee doen en dan kan ik het misschien jou de volgende keer uitleggen. Tot ziens, het spijt me. Ze hebben echt helemaal niks. Ze hebben gewoon keihard verloren. En wij hebben gewoon keihard gewonnen. We hebben nog twee prijzen over. Oh, de evolutie van Pampoer. Misschien kunnen we hem wel even laten evolueren. Is ook wel leuk. Oh, kijk. Ja, we hebben toch al gewonnen. Komt-ie. Laatste aanval. Aurora Beam. Bam! Hartstikke idee. Uitgeschakeld ermee. We hebben gewonnen. Jullie zien het. Goed gedaan. Applaus voor ons. Applaus. Wat kan je dan nou met die codes? Ik heb je net laten zien. Als je je codes inscant of de code invoert, krijg je daarvoor pakjes. Wij hebben hier bijvoorbeeld 50 Pokémon Sun & Moon pakjes. En die kunnen wij hier dus openen. Het zou mooi zijn als we meteen iets goeds krijgen. Meestal is dat niet zo direct. We hebben wel een heleboel nieuwe kaarten die we nog niet gehad hebben. Twee zeldzame. Ah, helaas, pindakaas. Het zijn gewoon twee, een holo rare. Oké, gaan we er nog eentje openen. Uit die pakjes krijg je dus kaarten. Nou, die kaarten die krijg je ook uit je echte pakjes. Maar hier krijg je ze nog een keer. Met die kaarten kan je dus weer het spel gaan spelen. Ik ga gewoon nog een paar openen hoor, dan weten jullie dat. Wat maakt nou zo'n GX-kaart? Maakt dat sterk in jouw team? Nou, zo'n GX-kaart geeft dus een speciale aanval. Een speciale aanval kan je dus gebruiken om een sterke Pokémon of een tactiek van een tegenstander te kunnen doorbreken. Daar heb je dus ook die Mega Pokémon's kaarten voor. En de IX-kaarten, dus de Mega IX of gewoon IX-kaarten. Buiten omdat ze natuurlijk vet cool eruit zien en allemaal vette kleurtjes hebben. Oh, kijk, hier hebben we dus bijvoorbeeld een GX. Ik zal het met jullie doornemen. Kijk, zo'n kaart is natuurlijk super sterk. Je ziet ook meteen dat hij een aanval heeft van 230.
HP, wat die schade kan toebrengen aan een andere tegenstander. Alleen het nadeel is, als je een goede GX-kaart uitschakelt, mag de tegenstander meteen twee prijzen kiezen. Het is natuurlijk, het wordt daardoor wel moeilijker voor jou, maar ook voor je tegenstander natuurlijk moeilijker, want je hebt gewoon een hele sterke kaart. Maar mocht jouw tegenstander een hele sterke bank hebben, kan het zomaar zijn dat die jouw sterke kaart kan uitschakelen daardoor. Ik hoop dat voor de allereerste aflevering jullie een beetje ervan wat hebben kunnen leren. Wat ik al zei, mocht je vragen hebben, noem het maar op. Stel ze alsjeblieft hieronder in de reacties. Dan ga ik de volgende keer jullie vragen zoveel mogelijk proberen te behandelen. En laten we gewoon met z'n allen het spel gaan begrijpen. Ik hoop dat er in Nederland heel snel weer een toernooi is. Daar zal ik sowieso denk ik bij aanwezig zijn. Er zijn sowieso al wat meerdere toernooien hoor. Maar mocht er eentje zijn, hou dan mijn social media's in de gaten of mijn YouTube kanaal. Ik zal erbij aanwezig zijn als ik er een gil over geef. Ik heb dan mijn deck bij me, want ik ga zeker weten spelen. Maar hopelijk zie ik jou daar dan ook. Ik zou het zeker waarderen als je even op het duimpje omhoog drukt. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Pokémon video. Tot de volgende keer. We hebben nog een Umbreon GX. Super nice. En ciao!